Volgens mij heb je het heel erg warm. Ik heb het heel erg warm, ja. Nee, het gaat goed. Ja? Hoe ging je eerste show? Ja, de eerste show ging heel goed. Ik ben heel blij. Ja, dat was leuk. Geloof jij in sprookjes? Want Efteling is natuurlijk één groot sprookjesfestival. De Droomvlucht is een sprookje. Ja, hoe voelt dat om in een sprookje te mogen spelen? Het is een sprookje om in een sprookje te spelen. Dat is mooi, hè? Daar heb ik over nagedacht. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Kijk, er zitten heel veel kinderen in de zaal. En die reacties van hun, dat maakt het zo mooi. Want dat betekent dat ze het begrijpen. En dat ze meegaan in de illusie. Dus dat is, ja, dat is het leukste wat er is. Je bent eigenlijk een beetje terug van weg geweest natuurlijk. Je bent hier begonnen. Ja. En hoe is het nou om weer terug te zijn in dit heerlijke theater? Ik vind het hartstikke leuk om terug te zijn. Kijk, als je al aankomt lopen, dan hoor je al de muziek van het park. En je bent al helemaal in zo'n sprookjesachtige sfeer. En als je dan het theater in loopt, ja, dan hoef je eigenlijk bijna niks meer te doen om het over te brengen, het verhaal. En jouw rol, kan je er iets meer over vertellen nog even? Ja, Krakeel is had ik in het begin heel veel moeite mee, omdat ik... ik heb maar een week gerepeteerd, maar toch. Het was even een gevoel van, wat ga ik hiermee doen? Omdat het zo ver van mij, van mezelf ligt en zo'n korte tijd had om er echt iets van mezelf van te maken. En ik heb gewoon alleen maar gekeken naar filmpjes van trollen en van rare wezens. En ja, dit is er dan uitgekomen. En ik heb nog 4 weken de tijd om dat verder uit te werken. En er zitten nog zoveel leuke dingetjes zitten in Krakeel. Het is gewoon een hele leuke rol. Een troll die een vrouw wil zijn, een elf wil zijn. Nou ja, maar eigenlijk zo benader ik het bijna wel, ja. Dus je gaat nog lekker uitbouwen deze rol, denk ik. Je hebt nog even de tijd. Ja, ik ga absoluut nog de rol uitbouwen. Over 3 weken zal het weer heel anders zijn. Ik zie dat je geniet, dus heel veel plezier en tot de volgende keer. Oma, op school roepen ze me na. Lila is een elfje, Lila is een elfje. Mijn is het 14 huizen in de klas. Ik heb wel één talent, dat is niet hoe op het bent. Ik ben er niet, ik ben er niet, ik ben er nooit Ja, hoe voelt dit? Want je ziet er wel heel erg eng uit, met alle respect even voor je. Ja, het voelt voor mij alweer als bijna een tweede natuur. Ja. Ik ga 1,5 uur in een stoel liggen en ik word helemaal verbouwd, om het zo maar te noemen. En ik weet dan weer niet beter. Dus ik kijk in de spiegel en denk ik, ja, zit alles er weer? Neus zit er weer op, oren zitten er weer op. En het is heel raar, maar het helpt je wel heel erg om je in te leven in de rol. En hoe bevalt dat, zo'n evil man spelen zoals zo'n Furious? Het is heerlijk, heerlijk. Je mag echt de gemeenerik uithangen. En ik ben echt een beetje de domme, de slechte van het stuk. Dat is fantastisch om te spelen. En ja, april, het is een enge show, maar toch ook wel een familievoorstelling, denk ik. Is het niet te eng voor kinderen, denk je? Nee, nou, misschien voor hele jonge kinderen zal het best spannend zijn. Ja. Met name ook omdat er best wel veel geluidseffecten zijn of onverwachte dingen. Dat is best spannend. En ik ben natuurlijk een beetje spannend. Maar het is ook wel heel erg leuk. Er gebeurt zoveel dat kinderen ontzettend meegaan in het verhaal. En ze zitten ook terug te roepen. En ja, dat is geweldig. En ik denk ook last but not least de muziek. Ik denk dat die geweldig is om mee te kunnen optreden, denk ik, om deze voorstelling te mogen doen. Ja, de muziek is natuurlijk, het is gebaseerd eigenlijk op de attractiemuziek van Ruud Bos. Daar heeft Martin Lengnau een arrangement op gemaakt en meerdere liedjes geschreven. En ja, de muziek, dat laat het leven. Zonder muziek is het niks. Er zijn ook heel veel scènes die gesproken zijn, daar zit nog muziek onder. Dat is doorgecomponeerd en dat maakt het levend.
Je hebt nu niet warm onder al die smink? Ja, het is heel warm. Ga je nu lekker omkleden en dan weer lekker de bus in, denk ik? Ik ga lekker afsminken en even douchen. En dan gaan we morgen, of nee, morgen niet, zijn we vrij. Maar vrijdag gaan we er gewoon weer lekker tegenaan. Ik wens je veel plezier. Je hebt in ieder geval de zaal mee zo te horen. Dus. Ja. Dus kom snel kijken. Nu kan het nog. Oké, dankjewel. Goedenavond. Ja, première voor Jamai. Hoe is het gegaan? Het is heel erg goed gegaan. We hadden natuurlijk stiekem al een beetje geoefend. Dus hij had al wat shows gedaan, maar vond je het zelf? Ja, ik vind het nog steeds een betoverende show. Ik heb hem een paar keer gezien, maar het blijft natuurlijk heel mooi. Fantasierijk, kleurrijk, spektakel eigenlijk wel. Ja, het blijft ook echt een feestje om te doen. En het is ook altijd leuk om weer nieuwe energie erbij te krijgen natuurlijk. En dat je weer denkt, ik moet even anders reageren op dingen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Maar inmiddels heb jij wel wat mannen versleten eigenlijk. Ik bedoel, ja, is er nog het een en ander gebeurd hier? Story of my life. Hoe is dat zo? Je moet steeds wisselen, denk ik. Ja, het is wel even wennen ook in het begin. Maar wat ik net zeg, het is wel heel leuk om andere tegenspelers te krijgen. Dat je dan, daar moet je anders op reageren. Dus het verveelt niet. Nee. Absoluut niet. Ja. Dus. Sowieso denk ik een turbulente show. Ik bedoel, er zijn wat mannen uitgevallen. Granaatje in de buurt. Ik bedoel... Je verveelt je niet? Wij weerstaan alles. Droomvlucht kan echt nog 100 jaar blijven bestaan, want wij kunnen alles aan. Inmiddels, die granaat, dat was ook wel spannend. En hoe is het met die kinderen spelen? Inmiddels ben je wat verder natuurlijk. Je hebt al aardig wat shows gespeeld. Hoe is het om met die kids te spelen? Het is te gek. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Omdat ieder kind is natuurlijk anders. Dus ook daar weer moet je gedwongen anders op reageren. Maar ik was altijd bang dat ik dacht van dan moet ik ze helpen als ze iets verkeerd of zo. Maar het is eigenlijk wat ik al een keer eerder had gezegd op een vraag. Ja, ze helpen jou. Ja. Ze zijn zo fantasievol en zij zitten echt in het verhaal. En dat had ik niet verwacht. Spelen moet vooral overtuiging volgens mij. Ze gaan ervoor, hè? Echt, wij volwassenen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Ze gaan all the way keihard werken. En ik vind het ook knap dat ze dit allemaal combineren met school. Ik denk van, als ze nu al zo hard werken, dan is het een goede toekomst voor het theater, denk ik. Heb jij nog plannen verder of ga je dit nog even lekker spelen? Ik ga volgend jaar wel waarschijnlijk iets heel leuks doen, ja. Mag je wat vertellen? Ja, ik ga Blonde Geet spelen in die Diantjes. Heel wat anders, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Een keiharde realiteit, denk ik. Ik zal ze wel missen hoor, mijn roze vleugeltjes, dat wel. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier en tot de volgende keer. Ja, graag. Tot ziens.